welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag op dag 2. We zijn een beetje aan het rondkijken en een beetje op boezem water, open water, een beetje stek aan het bekijken, aan het bevissen. Lekker dicht bij de auto, die staat naast de stek. Stand van zaken is, gisteren had ik een mooie spiegel. Mijn maatje deed net een klein schupje. Dus dat is een goed teken zo overdag. En ja, ik heb net mijn derde engeltje uitgegooid, want ik blijk daarmee gewoon te mogen vissen hier. Dus die heb ik onder het eigen kantje gegooid, daar. Met 5 scheppen particle mix, dus hennep, mais en tijgenoten. Ik denk ja, ik heb 2 andere hengels wat verder op een teluut liggen. En dezelfde teluut is waar mijn maatje vist, alleen hij zit in de buurt van wat lelies en dat is een holding area, weet je, dus daar zit die vis het meest. En ja, ik verwacht eigenlijk wel een paar visjes. Toch? Ja, het gaat lekker, dus waarom niet? En voor de rest, het waait echt als een gekte weer. Het wordt helemaal... Dus mijn auto die staat daar als schokdemper. Als er iemand toch een beetje raar rijdt, dan klapt hij erin. Dat is mijn maatje. En ja, het waait echt 4, 5 en dat is wel een beetje irritant. Maar ja, het zit prima. Ik denk, ja... Voelt goed. We gaan morgen misschien ergens anders heen. Even kijken hoe het allemaal loopt. Zo even kijken op Google Maps een beetje. Waar kunnen we met z'n tweetjes heen? Lekker met de auto. Hij vist vanuit zijn bus. Ik ga dat straks ook doen. Ik ga mijn busje de tussenschot eruit halen. Dan past er ook een stretcher in bij mij. En dan gaan we lekker kanaal hoppen vanuit de auto. Een stuk makkelijker. Een stuk... Ja, dat tentje gaat ook niet over mee. Die krijgt nu al de laatste tijd zwaar op zijn donder. En ja... Bus. Dus ja, waarom niet toch? Ik hou die bus ook, want ik probeer hem te verkopen. Maar de bus dieselprijzen is echt slecht om nu een dieselbus te verkopen, geloof ik. Dus ik hou hem lekker. Dat is een mooie auto, dus waarom niet toch? Ja, voor de rest, we gaan straks even lekker chicken tonight koken. En ja, ik ben ondertussen eventjes mijn muggenlampje aan het opladen met een... zo relax, ik heb zo'n powerbank box. En ja, dat gaat toch ongeveer per 4-5 dagen dat ik vis. Ik gebruik hem echt wel veel voor mijn telefoon. Dus dat echt de hele dag aan het laden en alles. Ja, dan gaat er echt 15% uit of zo. Ik kan hiermee denk ik wel 40 nachten vissen of zoiets. Echt wel veel. En ja, perfect. Nou, de wind is iets aan het opsteken. En mijn ene delta staat een beetje gevoelig. Ja, het gaat nu wel best wel hard hoor. Dus die ga ik even afstellen en dan zie ik jullie later wel. Joe. Nou, het is etenstijd. Ik ben nu kipfilet blokjes aan het bakken. Ja, ik hoop dat even kant en klaar of tenminste gesneden, want het scheelt mij weer snijden toch. Maar ja, het is echt duur. Bij die 3,5 euro voor een paar stukjes kip. Die bak ik lekker helemaal gaar. Ja, dat gaat vanzelf. Een heel makkelijk recept. Daarin doe ik rijstbultjes. Die is van die toverrijst in de magnetron. Het is al bereid, weet je. Je hoeft het alleen nog op te warmen. Dan gooi ik er 2 van in. Verder giet ik er nog een... Normaal doe je die saus en je kip. En dan doe je rijst apart. En dan op een bordje je rijst. En dan die saus met je kip eroverheen. Alleen ja, uiteindelijk meng ik het toch door elkaar. Dus ik donder alles gewoon lekker in één pan. Ik roer het straks allemaal lekker goed door elkaar. En dan heb ik of één hele grote maaltijd. Nou, gezien ik toch een koelkast heb, doe ik het in een bakje of zo. Moet ik even kijken of ik dat dan wel weer heb. En dan kan ik het morgen nog eten. En anders eet ik vanavond nog eventjes wat. Een beetje rijst en kip toch? Dat kun je volgens mij de hele dag wel eten. Even krachtvoer. Even die kip even lekker gaar bakken. Nou, de kip is aardig gaar. Moet je gewoon dit erin gooien. Moet je een lekker beetje roeren. En dan gaat het even sudderen. Dan laat ik het even warm worden. En dan gooi ik er, ja, het ziet er wel lekker uit hoor. Ik bedoel, toch? Lekker gezond. Beetje van die rijst erbij. Hoppa, 2 van die bakjes.
Ja, het is wel een duur. Als je alles zo kant en klaar koopt, dan wordt het wel extra duur. Dat is eigenlijk die bakjes ook weer. Dat is echt niet te betalen eigenlijk voor een beetje rijst. Maar goed, het scheelt me eventjes een hoop gedoe met een extra pannetje. Nou, die rijst die zit aardig pers in zo'n pannetje, in zo'n bakje. Dus dat ga je gewoon even lekker husselen. En dan heb ik straks een heerlijke kip curry met ananas. Wat zit erin? Ja, met de... Tenminste, vroeger vond ik dit altijd heel lekker toen ik jong was. Ik hoop dat ik het nog steeds lekker vind. Ik heb echt heel lang niet meer gezeten, maar ik denk dat het wel goed komt. Dus ik ga het even lekker afmaken tot het lekker aan het borrelen is. En dan ga ik het lekker opeten. En dan zie ik jullie later op de avond, als het even wat rustiger weer, een uur of acht of zo, wordt het wind iets rustiger. En dan zie ik jullie dan wel. Of eerder met een vis. Dus tot straks. Joehoe! Mooie zonsondergang. En wat leuk is, het is nu natuurlijk voetbal Nederland-Engeland. Ja, ik ben echt... Ik ben geen voetballiefhebber, dus ik kijk er niet echt. Maar ja, het is helemaal niemand op straat. Heerlijk. Nee, rust. Was het altijd maar zo. Nou joh, hier is het normaal een hoop ellende, een hoop auto's. Ja, ik vind het toch niet zo heel chill hoor. Die auto's zo langs mijn tent. Maar zo veel herrie hoor, in die tent heen en weer. En, maar goed, het is niet anders. Ja, ik had nog wel net een brasem. Op de tijgenoot hangen onder het kantje. Ik vang laatst er heel veel brasems op tijgenoten. Waarom? Het was altijd het anti-tijgenotenaas. En nu vang ik vogels op tijgenoten, brasems, continu. Ja, ze raken er toch een beetje aan gewend. Kijk, dat is een mooi hoekje daar. Daar heb je zo'n lelieveld. Ja, dat is echt een holding area volgens mij. Daar zit natuurlijk altijd vis. Hoe stil. Helemaal niemand. Niks. Heerlijk zeg. Jammer dat ik nu geen vis heb. Want nu kan je een brute foto maken, weet je, zo midden op de weg. Maar goed, ik ga lekker mijn tentje in. Lekker slapen. Want vannacht, ik slaap altijd echt slecht met visje. Vooral de eerste nacht. Dus ik ga proberen nu wat beter te slapen. En dan zie ik jullie zodra er wat gebeurt. Joe. Het is middernacht, dikke run. En gisteren was er iemand, kwam er iemand langs. Ik zei, nou, hier nooit meer van gevangen. Ik zei, nou, dan vang ik die wel eventjes vanavond. Ja, dat heb ik hier liggen. Dikke meerval. Dik meerval, 1 meter 10 of zo. Dik veel. In ieder geval een flinke vis. Heb ik mijn voerstukje kaal vergeten, denk ik. Ik ga hem even terugzetten. En mijn hengeltje opnieuw uitgehouden is mijn linker hengel. Dus recht vooruit. Ja. Dikke meerval. Nou, goedemorgen. De rest van de nacht had ik niks meer. Maatje heeft toch wel een aantal runs gehad. En ja, die is naar huis. En, hij zegt, waarom ga je niet op mijn stek zitten dan, weet je, daar zit gewoon wat meer karper. Dus ik ga verkassen, ik ga wel helemaal daarheen. Want ja, ik zit hier vandaan. Ja, het zou open kunnen misschien. Ik ga dat wel even uitzoeken, misschien kan ik het wel gewoon hier vandaan. En dan kan ik gewoon blijven zitten. Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Ik ga dat even proberen voordat ik de hele boel afbreek. En dan blijven we nog een nachtje zitten hier. En een paar visjes vangen. Want ja, als het bij hem loopt en niet gevoerd en zo, dan zal het bij mij ook wel doorlopen, toch? Dus dat gaan we doen. Ik ga eventjes de boel opruimen. Even een paar testworpen doen. En dan zie ik jullie later. Nou, de hengeltjes liggen in. Ik heb 2 hengels naar die punt gegooid. Daar stond een meerkoetje daar. En daar lig ik met 2 hengels naast elkaar. En mijn derde hengel heb ik hier onder het eigen kantje.
Ik heb een paar handen bolies gevoerd. Daar met de werppijp, hier gewoon met de hand natuurlijk. Ja, gewoon nog steeds multirigs. Secretje met krimpkous en ja, gaan we het hier proberen. Want ja, toch een aantal aanbeten, ook overdag. Ik denk ja, en ik kon niet echt wat anders vinden. Ik denk, waar gaan we heen, weet je. En hij zegt, nou weet je, ik ga denk ik naar huis. Hij houdt meer van België, grote vissen. En nou, prima, weet je. Ik zeg, nou, hij zegt, ga hier zitten dan gewoon. Ik denk, ja, waarom niet, weet je. Ik kan wel gaan verkassen en zoeken. Maar ja, hier is wat vis aanwezig. Dus laat ik daar gewoon gebruik van maken. Dus dat doe ik. Ik hoop dat er wat uitkomt natuurlijk dan. Weet je, dat zou wel heel zuur zijn dat het niks oplevert. Maar goed. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, er zijn wat obstakels daar. Ik heb met gooien heb ik ze niet gevoeld, helemaal niks. Ik heb een paar keer gegooid, gesleept en het komt schoon in de hart neer. In de ergste gevallen, als ik er problemen mee ga krijgen of vis ga verspelen of zo, dan pomp ik mijn boot op en dan een elektromotortje erop. En dan gaan we gewoon uitvaren. Maar ja, het liefst gooien. Ik heb distance sticks gebruikt. Ik sta verderop weer, hengellengtes en 18,5 hengellengtes. Nee, 20 zelfs. 20 hengellengtes en dan op de klip en dan lig ik gewoon voor de lelies helemaal mooi schoon. Dus ja, ik verwacht wel een visie stiekem. Stiekem ben ik wel een beetje... maar goed, ja, weet het niet. We gaan het meemaken. In ieder geval, ik zit helemaal bezweet weer. Ik ga me even opfrissen, even omkleden en dan zie ik jullie later. Nou, we zijn nu een paar uurtjes verder en ik was net eigenlijk bezig. Ik denk, weet je wat, ik ga mijn boot oppompen. Ik ga toch uitvaren, want ja, ik weet niet, ik heb niet zo'n goed gevoel. En ik pak mijn dieptemeter uit de auto en de elektromotor. En mijn hengel loopt af. Ja, als je het over een torpedo hebt, dan is dit er wel eentje, denk ik. Echt een kanaalschub. Ja, ik vind ze gaaf. Langwerpig. Spits. Mijn... een beetje te stressen, maar ja, bruut toch, mooie schub, super sterk. Ja, het is geen reus, maar ja, ik ben er wel vet blij mee. Snel mengeltje niet meer ingooien. Misschien kunnen we er nog wel een paar vangen, ja, toch? Lekker. Yes. Deze gaat tenminste goed qua vangsten. Lekker, hengeltje ligt erin. Ik heb er een stuk of 30, 40 bolies met de werppijp heen gegooid. Ja, dan ga ik toch maar gewoon blijven werpen. Want ik vind een boot, het is wel leuk, maar als het niet hoeft, dan hoeft het ook niet van mij. Ik vind het helemaal niet chill om 's nachts voor een braas om helemaal die boot in te gaan en alles te doen als het niet echt moet. Zoals hier, ja, hoeft het niet per se. Misschien als je wat strakker tegen de lelies vist, dat je misschien wel een aanbeetje meer krijgt. Maar ja, als ik zo'n veilig afstandje er vanaf kan vissen en ik krijg gewoon een aanbeetje, dan is het prima toch? Ja, wat ik wel even ondertussen weer aan het doen ben, is even extra richtje aan het voorbereiden. Dat met het plastic erop. Ja, dat werkt prima. Eentje, ja, die heb ik... weet ik eigenlijk niet waar die is. Die ga ik dus even zoeken. Misschien... Ik heb eentje die de hele nacht ingelegen, die is helemaal uitgehold. Nou, dat is vaak rivierkreef, want die grote krabben die kunnen dat niet, denk ik. En één hengel is helemaal niet aangeraakt. Dus ja, ze pakken het prima een plasticje erop, al ziet het er een beetje slecht uit. Maar ja, ja, wat moet je dan toch? Ik weet het niet echt. Nou is wel het voordeel van Mainline heeft die wafter bolies, die imitaties. En eentje heeft precies dezelfde kleur als deze bolies, dus dat, die moet ik even halen. En dan kan ik in ieder geval daarmee vissen. Ik heb nu alleen die hele kleintjes, 16 mm, 15. En ja, ik heb gisteren net uit brasems. Ik weet niet of het uitmaakt, maar die grotere heb ik liever. Dus ik doe het eventjes zo deze sessie. En
Ja, en vervolgens moeten we even kijken hoe we dat aanpakken. In ieder geval, hengeltjes liggen spot on. Toploadje erop. Ja, ik kreeg een vraag wanneer wel, wanneer geen topload. Ja, als het even kan, dan niet. Ik vind het echt gruwelijk slechte vissen. Maar ja, zoals hier, je hebt veel boten. Er komt af en toe een zeilbootje bij, die hebben een zwaarder aan de onderkant. En ja, als je dan een zinkende lijn hebt, dat wordt toch wat sneller meegezogen, heb ik het idee. Dus ik gebruik eigenlijk alleen toploot op water waar gevaren wordt. Voor de rest helemaal nergens, want mijn lijn zinkt, weet je. Als er geen boten varen, dan kan ik hem gewoon afzinken. En ja, en harde stroming misschien, want dat, ja, dat trekt toch een bocht in. Dat is de enige reden. Vaak is dat een kanaal, en dat stroomt en boten. Dus dat gebruik ik toploader. Voor de rest liever niet, hier liever ook niet. Want het drilt gewoon niet fijn. Er zit nog een ding aan je lijn, dat kan vast blijven haken. Het kan voor ellende zorgen en dat zorgt het ook regelmatig. Dus als het niet hoeft op een plas water waar geen bootjes varen en zo, laat lekker je lijn zinken. Geef 10 minuutjes de tijd en het ligt ook op de bodem. En die runs krijg je wel met een slappe lijn, geloof het nou maar. Dat is het probleem. Brasem zie je ook. Je ziet gewoon alles, weet je. Dus dat. Nou, ik ga even een broodje eten of zo en dan zie ik jullie later. Joe. Dat is de volgende. Ja, ik vind ze echt gruwelijk hoor. Blijf het zeggen. Ik vind die kanaal schubs. Tegenwoordig met al die uitzetspiegels begin ik die schubjes toch steeds meer te waarderen. Ja, prachtig vis toch? Mooie bouw. Ja, ik ben er super blij mee. Yes, dat is de volgende. Dat gaat lekker. Het is nu wel al einde middag. Dus meteen een hele vette gelegenheid. Om deze sessie, deze video af te sluiten. Voor mij nog even een paar handen bollen erin te schieten. Hengeltje uit. En dan de volgende video te beginnen. Er zal vast nog wel een visje uitkomen. Dus dat gaan we doen. Ik ga lekker verder vissen. Voor de volgende video. En ja, ik bedank jullie zoals altijd weer voor het kijken. En ja, tot morgen. Joehoe.